Het bedrijf QCP, Quality Circular Polymers, is begonnen met de bouw van een kunststoffabriek op Gemmelot. Naar verwachting zal de fabriek eind 2015 worden opgestart. Het betreft een investering van 75 miljoen euro. Onlangs vond de start van de bouw plaats met de onthulling van het bouwbord. QCP is een nieuw bedrijf dat hoogwaardige grondstoffen voor de kunstverwerkende industrie gaat produceren op basis van gebruikte kunststoffen afkomstig van huishoudens en industrie. De komst van QCP naar Gemmelot levert uiteindelijk 100 directe en tussen de 200 en 300 indirecte arbeidsplaatsen op. De uiteindelijke productiecapaciteit van de fabriek zal jaarlijks 100.000 ton bedragen. De belangrijkste afnemers van QCP worden de verpakkingsindustrie, de bouwsector, elektronica en de automotive industrie. De provincie Limburg, het Limburgs Energiefonds, de gemeente Sittard-Geleen en DSM Nederland hebben een belangrijke rol gespeeld om dit initiatief naar Gemmelot te halen. Het gemeentebestuur van Sittard-Geleen stelt de gemeenteraad voor om 1 miljoen euro te investeren in QCP, deels als subsidie, deels als garantstelling. 400 directe en indirecte arbeidsplaatsen erbij is voor de gemeente Sittard-Geleen erg belangrijk, zegt economiewethouder Pieter Mekels. Hij is blij dat de investeringen die de gemeente de afgelopen jaren, met name op het gebied van infrastructuur, op Gemmelot heeft gedaan, nu rendement opleveren. Dank jullie.